Ik sta hier in Eduard Planting Gallery met Eduard Planting zelf. Kun je iets over de galerie vertellen? Hoe lang bestaan jullie? Ik ben begonnen in september 2008, net voordat de crisis uitbrak. Dus dat was een hele goede keuze. En we zijn er nog steeds en het gaat erg goed gelukkig. Dus al die tijd lekker bezig. En welke tentoonstelling is er nu? We hebben nu een tentoonstelling over Marilyn Monroe. En dat zijn twee fotografen, twee Amerikaanse fotografen. Douglas Kirkland, die leeft nog steeds. En Milton Green, die is al in 1985 overleden. Maar alle twee met een heel dankbaar onderwerp, Marilyn Monroe. Ja. Ze hebben alle twee nogal veel beroemdheden gefotografeerd. Was dat exclusief of deden ze dat alleen maar? Het zijn echt van die fotografen die altijd een opdracht hebben gewerkt voor tijdschriften. Vroeger was het veel gebruikelijker om fotografen dat soort dingen te laten doen. Tegenwoordig zie je heel vaak dat een journalist even snel zelf een fotootje maakt. Of dat er hele mooie glamourfoto's gemaakt worden in opdracht. Maar het merendeel is wat makkelijker tegenwoordig. En vroeger werd er veel aandacht aan besteed. En zij zijn daar een heel goed voorbeeld van. Ze hebben echt zoveel beroemdheden gefotografeerd. Noem iemand op en die hebben ze vast wel een keer voor de camera gehad. En altijd eigenlijk in opdracht ergens voor. Ja. Nu is de Marilyn Monroe. Was zij een gemakkelijk iemand om te fotograferen? Ze vond het heel erg leuk om gefotografeerd te worden. Ik denk dat ze misschien wel een van de meest gefotografeerde vrouwen ter wereld is. Misschien zelfs nog steeds wel, ook in de huidige tijd. Ja. En dat komt omdat ze altijd heel, ja dat klinkt misschien verkeerd, maar bereidwillig was om ten dienste te staan van de camera. En ze vond het heel erg leuk om te poseren, om ermee bezig te zijn, om met de fotografen bezig te zijn. En dat straalt ze ook eigenlijk altijd wel uit. En nou heb ik wel eens gehoord dat zij had, ja ik noem het maar even een knop, dat zij privé niet zo'n interessant persoon was. En dat ze als ze de Marilyn Monroe knop aanzette, dat ze werd herkend op straat plotseling. En dat hebben die fotografen uitgebuit of... Ik denk wel dat ze er gebruik van hebben gemaakt. Ja, ja, absoluut. En van Douglas Kirkland heb ik dat dan wel zelf gehoord. Dat ze wel andere persoonlijkheden had. En toen hij haar fotografeerde, was ze buitengewoon vrolijk en gezellig. En ze vond het ontzettend leuk. En toen hij haar een aantal jaren later weer eens een keer tegenkwam, toen was ze veel meer depressief. En had ze allemaal nergens geen zin meer in. En toen het weer over die foto's ging, was het ineens, oh, dat was zo leuk. En toen straalde ze ineens weer helemaal. Ja. En ja, dat vind ik ook niet heel gek. Je kan niet altijd fris, vrolijk en fruitig zijn natuurlijk. Ja. En het was niet echt een makkelijke persoonlijkheid natuurlijk. Dus dat speelt ook nog een rol. En is er nog een verschil met hoe dat de fotografen nu met hun modellen omgaan dan vroeger? Of hangt dat meer af van de persoonlijkheid van de fotograaf zelf? Deels van de fotograaf, maar ook wel van degene die gefotografeerd wordt. Het grote verschil nu is wel dat er 7 visagisten omheen staan. Een kapper, de manager, weet ik veel wie allemaal. En allemaal moeten ze een zegje erover doen. Dus het is over het algemeen veel minder spontaan. En de sessies uit de jaren 50, 60, 70, dat was vaak alleen maar de fotograaf, een visagist en het model. Ja. En die gingen nog een drankje drinken en wat anders. En daar werd gewoon tijd voor gemaakt. Ja. Tegenwoordig heb je 10 minuten, dan moet dat in gebeuren en dat is het. En achteraf moeten eerst alle foto's gecheckt worden. Die krijgen dan goedkeuring of niet. Of moeten verplicht gefotoshopt worden. Ja, dat was vroeger niet aan de orde natuurlijk. En dat is wel een heel groot verschil. Je zei al, Kirkland die leeft nog. Fotografeert hij nog steeds? Nee, eigenlijk niet. Nee, hij is nu dik in de 80, dus hij heeft alles wel een beetje gehad. Ja. En hij was ook niet op de opening, want dat is gewoon te ver reizen. Hij woont in Los Angeles. En als je dan gewoon een hele dag onderweg moet zijn om hier even bij een opening te zijn, dat is te veel van het goede. En dat kan ik me ook goed voorstellen. Zijn vrouw is iets jonger, die vond het erg jammer, had wel zin in Amsterdam. Dus misschien komen ze nog wel een keertje hoor, daar niet van. Maar dan moet het weer ook wat beter zijn dan dit hele slechte, koude, nare weer. Ja. Wat is het verschil tussen de Kirkland en de Green foto's? Als je kijkt naar de foto's van Douglas Kirkland, dat is eigenlijk alsof je stiekem zelf naar een sessie in een slaapkamer kijkt. Het is allemaal op
één bed gefotografeerd. En als je de setting ziet, ziet dat er heel gek uit natuurlijk. Maar dat zie je niet op de rest van de foto's. Maar het heeft iets heel zachts, heel omvloerst. En echt alsof je er bijna zelf bij bent. Dus dat is een hele aparte techniek. Het is wat korreliger. En dat komt omdat hij een lage resolutie film heeft gebruikt. En dat past er allemaal naadloos bij elkaar. En als je dat vergelijkt met het werk van Milton Green, dan zie je dat dat veel scherper is, echt voor de studio, heel duidelijk, toch nog meer geposeerd. Ze zijn wel iets ouder, maar het is een hele andere manier van fotograferen. En dat is leuk dat die twee hier nu bij elkaar komen. Heeft dat ook te maken met de trend die toen op dat moment in zwang was? Niet zozeer de trend, het is meer de opdracht, dat is het gekke, de opdracht van het tijdschrift bijvoorbeeld, waar het over ging bij Milton Green. Die werkte samen met Marilyn Monroe, die hadden samen een productiebedrijf, dus die heeft haar wel 5000 keer gefotografeerd. Echt ontzettend veel. En ja, daar kan je maar een hele kleine keuze uit maken, ook al omdat een heel groot deel van zijn werk technisch gezien aan het vervallen is. Dus heel veel van die negatieven die bestaan bijna niet meer, zijn helemaal weggerot. En zijn gewoon verkeerd bewaard geweest. Dus doodzonde. Zonde. Kan het ook niet meer worden gereconstrueerd van afdrukken die later zijn gemaakt? Deels zijn ze nu digitaal gerestaureerd. Dus daar hebben we nu een aantal voorbeelden van. En dat kan je ook heel duidelijk aan de kleur zien. Waardoor je denkt van wauw, dat is helemaal mooi, fris, fruitig en fantastisch. Maar dat komt door de digitale reconstructie eigenlijk die daar een rol bij heeft gespeeld. Want anders zou je dat nooit meer zo hebben gekregen. En bij een aantal anderen zie je juist nog steeds een beetje dat verganen in die kleuren. En dat past juist wel weer heel erg mooi soms. May I hold your hand? And smile in your direction tells the world my heart is filled with nothing but affection. Lock me in your arms forever. That's the place I want to be. So anyone can see